De president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse, heeft samen met de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie Vijay Chotkan het startsein gegeven voor het asfalteren van wegen te Apura. Dit gebied ligt in West-Suriname. Het gaat om het asfalteringsproject van 8 kilometer voor een verbindingsweg tussen Apura Section en Washabo. Het werk houdt zeer kort aangegeven in opschonen van de langsloten, aanleggen van dwarsduikers onder de weg, het opschonen van de sloten die richting rivier afvloeien, het opbouwen van de fundering middels lateriet en steenslag, het aanbrengen van de asfaltverharding, het upgraden van de bruggen in het traject en als laatste het aanbrengen van de bebording en mankering. Volgens kapitein Carlo Lewis van Apura komt niets voor zijn tijd. Het moet nu plaatsvinden dat de weg geasfalteerd wordt. Die dingen want die voor lafu in West-Suriname. Omdat ik moest go terug even in 1975 of Oting. Een regering sabende bij ontwikkelen plan voor met Apura Trong. Een tweede foto voor Stranang. Dat ik ben bezig, dat ik ben deel van een boy voor 60, 70 jaar, die zo heel lang bij een dozer. Dat als je van een passieve tegel bij een zeedap hebt, maar als je een passieve bij een wakker voor Apura Gonas Corona Washabo, bij een wakker in een stof en bij een wakker in een toko-toko. En ik vraag mezelf af, dat jongen voor zeiden de mannen, met een passie direct toe. Eenmaal de mij met een passie, toch bij een zeed. Maar nou, ik begrijp wat ze nou voor ze. Dat niks niet zou voor zijn ding. No, amus psa. No, amus fen presi. Volgens minister Chotkan hebben de mensen van het gebied het probleem voorgelegd en heeft het ministerie naar oplossingen gezocht. Wat ik wil zeggen is dat de regering is een roko in een piscinomo, een roko in hokjes, een sabdati. Dat is de fossi, trauma abadenki dati. Zou we doen, dan we roko gi libisma, we roko gi sanamang, we roko gi you. Omdat u sabi, tak te uchara ontwikkelen kon gi uja, dat u ook tu, te je firi, te je tesa ontwikkeling, we tese toch, belarang asa, dat te ja buon regering sa eroko so tranga gi u, en oan verplichter. President Bouterse is blij met deze ontwikkeling en Apura is in de lift. If you look Apura en omgeving Tide. En in vergelijking met 10 jaar geleden, daar is je een verschil. Als je kijkt naar Apura nu, en in vergelijking met 20 jaar geleden, daar is je een morbide verschil. Als je kijkt naar Apura nu, de vergelijking met 30 jaar geleden, 35 jaar geleden, 40 jaar geleden, dan is je een morbide verschil. Die idee, een aantal smatakken ba, die idee nou een historisch idee. Thank you.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met het actualiseren van de verkiezingsadministratie. De voorlopige terinzagelegging, VTIL, is tot en met 30 september 2019 opengesteld voor kiesgerechtigden. Ook personen die per 1 september 2019 ID-gerechtigd zijn, de 16-jarigen die voor het eerst hun identiteitskaart mogen maken, kunnen gebruik maken van de VTIL om hun gegevens te controleren. Het loopt vrij rustig. Als we kijken naar de 13 locaties die we hebben, buiten de BVB's om, gaat het wel vrij rustig. We hebben iets meer dan 3000 aanmeldingen gehad op die diverse mobiele locaties. Via de website hebben we iets meer dan 4000, dus omgerekend hebben we al 8000 aanmeldingen. Op de bureaus, eigenlijk daar is het ook vanwege de dienstverlening, omdat je dan tegelijkertijd ook je uittrekstalen en dergelijke, trek je veel meer mensen. Daar hebben we, tenminste bij de kleinste district of kleinste bureau, hebben we iets gemiddeld van rond de 2000 vanaf 30 augustus. En we hebben ook nog bij actieve bureaus meer dan 30 die open zijn. Dus als we dat allemaal optellen, dan is het toch wel wat. Kromme de Mejo benadrukt nogmaals het belang van de aangifte bij verhuizing, omdat bij verzuim deze verstrekkende gevolgen kan hebben voor de burgers. Met de VTIL komt BISA de kiesgerechtigden tegemoet. Het is met het oog op de verkiezingen in mei 2020 van belang dat alle gegevens van de kiesgerechtigden correct vermeld staan op de kiezerslijsten om een vlotte stembusgang te garanderen. Op een van de mobiele units voor voorlopige terinzagelegging vroegen wij aan de dienstdoende bestuursambtenaar wat de werkzaamheden zowel inhouden van een mobiele unit. Volgens de wet moet je dan eigenlijk naar je bureau gaan waar je staat ingeschreven, toch? Stel, je bent van Ikeri, je woont in Paramaribo. Je moet je verhuizing doen, toch? Niet naar waar je woont. Misschien moet je dan eerst naar Ikeri gaan, bureau van Ikeri, en daar aangeven ik wil verhuizen. En dan wordt alles dan opgestuurd naar Paramaribo, naar het bureau waar je, waar je nu woont. Maar met de schriftverhuizing, je gaat dan naar elk willig kantoor of een mobiele locaties. Je geeft aan dat je dan wil verhuizen. Alles wordt dan opgemaakt. Het is een soort machtiging. Je machtigt dan de ambtenaar om namens jou al dat loopwerk te doen. Wij zorgen dan voor dat al die kaarten, stel ik me van die keer, dat we de kaarten van die keer terechtkomen op het bureau waar je nu staat ingeschreven. Verhuizing is heel belangrijk, ja, want wij als overheid, wij gaan je zoeken naar op het adres waar je staat ingeschreven. Dus als wij daar wat aan jou niet vinden, kunnen wij jou dan je omroepingskaart niet geven. Kijk, je kan je omroepingskaart natuurlijk halen ofzo, maar in principe ga je dan, vooral als je in een ander district bent of een ander resort, kan je dan stemmen voor iemand of voor een partij die eigenlijk niet van jouw jou resort is. Stel, je bent van resort Meerzorg en je bent nu resort Nieuw-Amsterdam. Als je voor RR-leden gaat stemmen, dan stem je eigenlijk voor mensen van Meerzorg en niet van Nieuw-Amsterdam waar je eigenlijk woont, toch? Gehuwde vrouwen kunnen kenbaar maken dat zij onder hun gehuwde naam op de kiezerslijst vermeld willen staan. Deze wens dient nadrukkelijk kenbaar te worden gemaakt, omdat het niet vanzelfsprekend is dat een gehuwde vrouw onder haar gehuwde naam vermeld staat. Dit is opgenomen in artikel 15, lid 2 van de kiesregeling. Op locatie vroegen wij ook aan een verantwoordelijke burger om haar mening in zaken de voorlopige terinzagelegging. Ik moest mijn gegevens en checken of het alles in orde is dan. Maar waarom moest je dat doen? Hoorde ik van, anders kan je niet stemmen of zo. Ik weet niet of het zo is, maar we hebben voor het eerst ook gehoord. Dus daarom toch laat ik even komen kijken. Zijn je gegevens in orde? Klopt, helemaal. Het
Duits Mangrove Educatiecentrum is op woensdag 18 september 2019 in aanmerking gekomen voor een overheidsinvestering van het Innovation in Firms voor Suriname, IFS, pilotprogramma. De ondertekening werd gedaan door een vertegenwoordiger van Spang Macandra en door waarnemend directeur van Handel, Industrie en Toerisme, mevrouw Yvette Rokaji. Koroni moet een toerisme destinatie worden en dit is het project dat het beoogt. We gaan tours organiseren hier, we gaan een toerismeproduct hier organiseren en naast de beplantingen die gaan die voortduren door het districtsvervrijingsproject. Hopen we dat Koroni binnenkort wordt getransformeerd tot een toerisme-district. We zijn nu hier in het Mangrove Educatiecentrum in Koroni. En het gaat om een cluster van 10 lokale bedrijven, micro-ondernemers, die samen met Mangrove Educatiecentrum, met MEDS, met transportbedrijven, etc. gaan samenwerken om een toerismeproduct in Koroni te ontwikkelen. En het is de bedoeling dat bezoekers die van Paramaribo naar Nikeri gaan of van Nikeri naar Paramaribo gaan, dat zij niet Koroni meer langsrijden. Wij hebben een aanzet gemaakt door een fonds van 79.000 US dollar ter beschikking te stellen via IFS. En we zien dat de bedrijven nu van de diverse bedrijven die in het programma van IFS zitten, dat die ook samenkomen om zich te bundelen door bijvoorbeeld een website op te zetten om gezamenlijk te branden, om gezamenlijk voor Suriname te branden, want het blijft één toerismeproduct en dat is ook de kern van het clusteren. Als we kijken naar Komowijnen, de clustering daar gebeurt door lokale bedrijven in Komowijnen, Koroni hetzelfde, Brokopondo idem. En wat wij willen bewerkstelligen is in feite dat al deze clusters ook gaan samenwerken om Suriname te branden, om bezoekers naar Suriname te trekken. En we zien dat gebeuren met die website. En we zijn bijzonder tevreden daarmee, want uiteindelijk moet de private sector het toerisme gaan trekken. Het algemeen doel van IFS is innovatie, verhoging van productiviteit en productie van de lokale bedrijven, in het bijzonder de kleine ondernemingen, te bewerkstelligen. Melanie Wielsen van het Mangrove Educatiecentrum vertelt hoe de gelden besteed zullen worden. Kijken naar de ondernemers waarmee we hier werken in Koroni. We gaan ze een boost geven dat Koroni een ander gezicht krijgt. Dus beter verfraaid wordt. Dus dat iedereen nu naar het westen zal komen en dat ze een tussenstop mogen doen bij het Mangrove Educatiecentrum en dat we ze rond kunnen rijden, toch? Om te weten wat er allemaal in Koroni is. Dus daarvoor gaat het geld besteed worden. Voor mij betekent Mangrove Educatiecentrum voor mij een centrum voor inspiratie en educatie. Ja? Hier leiden we de toeristen of de mensen rond die hier ons centrum bezoeken. We vertellen ze alles over de parwa of mangrove en alles wat daaromheen zit. Dus de vogels, de krabben enzovoorts, de planten. Zo, ik had het al eerder gezegd, de zeewind, vooral op de Koppenamebrug als je van Paramaribo komt. Je voelt het al in je gezicht en je zegt, hé, waar ben ik? We zijn in Koroni. De mooie wuivende palmen, ja? De vriendelijke mensen, het lekker eten, ja? En het groen dat we hebben, ik heb het al gezegd, ik benadruk het groen. Dat stemt mij heel goed. Dus de mensen kunnen gerust komen. Ze kunnen aanmelden bij het Mangrove Educatiecentrum. En dan horen ze verder wat er te doen is. U weet dat toerisme een van die potentie is voor Koroni. Ook vanwege de structuur, de natuur hier in Koroni, maakt dat wij die potentie zullen moeten benutten. Een daarvan is ecotourisme. En we staan hier bij het Mangrove Educatiecentrum, dat onderdeel is van het totaal toerisme plaatje, welke wij eigenlijk willen ontwikkelen. We maken ons sterk om in elk geval iets te gaan doen aan de logeergelegenheden.
Want er zijn mensen die graag hier 1, 2, 3 dagen, enkele dagen willen blijven. Maar daarvoor zou je representatieve ruimte hebben. We hebben al van particulieren, maar vanuit de overheid zijn we bezig om na te gaan hoe wij dat zo snel mogelijk in orde kunnen maken. Daarnaast zitten wij ook met een oud-Amst woning. We zijn bezig nu in eigen beheer te renoveren, zodat wij in de toekomst ook grote groepen mensen kunnen ontvangen. Wat we al ook hadden gedaan als pilot. Tijdens de afgelopen avond 2 dagen hebben we groepen geaccommodeerd. En met de archeologische fonds laatst hebben we nog meer redenen om die woning te transformeren naar een soort museum. Een soort ontvangzaal waarbij we mensen daar ook kunnen ontvangen. En de hele geschiedenis van Koroni kunnen uitrafelen en dat kunnen tentoonstellen ook. Dale te de nabo para olavaro. De vakantieactiviteiten die onderdeel zijn van het project Zinvolle Vrije Tijdsbesteding van het ministerie van Sport en Jeugdzaken zijn afgesloten. Dit jaar heeft het ministerie meer dan 13.000 jongeren landelijk geaccommodeerd met haar vakantieactiviteiten. De manifestatie heeft op zaterdag 21 september plaatsgevonden op het Willebrod Akswijk Sportcomplex Sozes. Odi, odi, odi familie. Wina piki fumar wina, wie bari odi odi, odi 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 familie, odi 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 familie. Omdat jullie het uit volle borst hebben gezongen en uit je hart, vandaar dat het zo goed is vertolkt. Nogmaals een applaus voor de jongeren uit Mungo. Ik hoor dat jullie ook dankbaar zijn in een lied van Mungo, dat jullie heel blij zijn met het ministerie, maar ook het beleid dat gevoerd wordt om jullie tegemoet te komen. Nou, bedankt. Ik wilde alleen... Ja, zeker. Als het interim is het altijd goed als je ook ja, toch, wat hebt van het ministerie. De afsluiting heeft middels een manifestatie plaatsgevonden met als onderdelen een formeel programma met toespraken, entertainment, een mini-tentoonstelling, voorlichtingssessies, creatieve expressie en een sportcompetitie tussen jongeren van de 10 verschillende districten. De onderdelen die tot het project behoren zijn uitwisseling, vakantiecentra, bedrijfsexcursies, werkgelegenheid en zwemmen. Mijn naam is Sidani van Koeten. Mijn naam is Apensa Imelda. Ik ben van het district Marowena. Ik ben van district Marowena. Ja, dit is mijn eerste keer. Ja, dit is mijn eerste keer. Nou, het is leuk. Er zit een enorme leuke sfeer hier. En ik ben ook blij om deel te nemen met de vakantieschool van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Dus tot nu toe is het wel leuk. Ja, tot nu toe leuk, ontspannen. Ja. Zo, we hebben gezongen. We hebben daar net het volkslied gezongen. Samen met een groep uit Mungo. Ja, het was leuk. Wel, ik heb gezongen met een groep uit Marowena. Ja, en ik heb een beetje slagbaal gespeeld. Na dit ga ik me voorbereiden voor de nieuwe school. Ik ben Charmaine. En jij bent? Sharaisa. We hebben getekend. Slagballen. Ja, voetballen en schilderen. Ja. Ik ben van district Para. Werkstukken maken. Ik heet Stefania.
Saramaka. Slagballen, voetballen en volleybal. Oké, en ga je volgend jaar weer meedoen? Ja. Aannemingsmaatschappij Baitali NV is momenteel bezig met werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat en wel het gedeelte tussen de Gemeenelandsweg en het Molenpad. Het is een drukke verkeersomgeving waarbij de nodige verkeersvoorzieningen getroffen moeten worden. Het verkeer wordt waar nodig omgeleid. Aannemer Baitali is momenteel bezig in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie met de rehabilitatie van de Zwartenhovenbrugstraat. Waarbij nu het gedeelte van de Zwartenhovenbrugstraat vanaf het Molenpad tot de Liemersgracht is afgesloten. Het is een druk kruispunt, een drukke omgeving qua verkeer. En het verkeer moet noodzakelijk worden omgeleid. Wij hebben gisteren de eerste dag van de omleiding gehad. Het was een heel hectische dag, waarbij we filevorming hadden, wat stremmingen, wat irritatie in het verkeer. Maar vandaag is de tweede dag. En vandaag zijn zaken wat vlotter gelopen, ook met ondersteuning van de politie die gisteren ook aanwezig was. We willen in elk geval wel een beroep doen op de gemeenschap, dat wij momenteel bezig zijn met de werkzaamheden. We vragen geduld van de gemeenschap. Het is een tijdelijke situatie. Het is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren. De omleiding is noodzakelijk. De politie is volledig bemand met haar manschappen ter beschikking van de gemeenschap. Om het verkeer de goede banen te leiden. En dus we vragen de gemeenschap geduld. Wij trachten om de werkzaamheden zo snel mogelijk en zelfs voor de gestelde tijd af te ronden. En om het ongerief zo goed als mogelijk te minimaliseren. We bevinden ons in de laatste week van de vakantie. Dit betekent dat de schooldeuren binnenkort weer open zullen gaan. Dit heeft als gevolg dat de verkeersintensiteit op de weg ook zal toenemen. Samen met het Korps Politie Suriname wordt gekeken naar mogelijke verkeersmaatregelen die getroffen kunnen worden. Wij verwachten in elk geval dat rond donderdag, vrijdag, naar komende week toe, het verkeer wat drukker zal zijn. Vandaar dat wij ook het beroep doen op de gemeenschap. Het ministerie is samen met het KPS bezig om nog naar alternatieve mogelijkheden te kijken. Er zijn wat concrete zaken die we bespreken en binnenkort zullen gaan uitvoeren. We zullen de gemeenschap ook informeren daarover. We zijn bezig met een oplossing voor de problematiek van de Weidenbosbrug, het verkeer dat komt. Het zal een integrale benadering zijn om hier tot een oplossing te komen. Dus we vragen nog even geduld en we zullen heel gauw de gemeenschap nader informeren over die maatregelen die we zullen nemen die enigszins verlichting zullen moeten brengen in die verkeerssituatie. Volgens minister Vijay Chotkan van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zijn de werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat complexer gaan worden omdat er ook aandacht besteed wordt aan het ontwateringsstelsel. Op dit moment bevinden we ons in een fase waarbij dus de werkzaamheden complexer zijn gaan worden vanwege het ontwateringsstelsel dat ook direct wordt aangepakt of aangepakt moet worden. We moeten niet vergeten dat de Zwartenhovenbrugstraat een van de, in principe de oudste weg is in Paramaribo. Het leidt naar Paramaribo Centrum. En wanneer we praten over een weg die hoogstwaarschijnlijk 40, 50 jaar terug is aangelegd, dat dus ook daarmee de nutsbedrijven en dus de nutsvoorzieningen ook bijna even oud zullen zijn. Dat wij dus ook daarmee heel veel rekening gaan moeten houden. Dat alles natuurlijk om dat alles te gaan vervangen. Daarmee zijn we dus gestart, is de aannemer gestart. Maar u begrijpt dat alles natuurlijk tijd in beslag neemt. Waarom we dus hier staan nu? Omdat het nu droge periode is. De aannemer kon met bepaalde werkzaamheden niet eerder starten vanwege regenperiode. En nu moeten we dat doen natuurlijk en heel snel in een versnelde tempo. We merken natuurlijk dat er ook waterleidingbuizen zijn ondergronds, asbest, die dus op dit moment door SWM aangepakt gaan worden. Met SWM hebben we hele goede samenwerking, ook zo met EBS en Telesuur, omdat ook zij aan de beurt gaan komen om in ieder geval delen
van hun stelsel te gaan vervangen, omdat ze dus verouderd zijn, maar ook niet meer op de juiste plaats bevinden, omdat ze een obstakel gaan vormen wanneer we dus de zware ontwateringswerken gaan uitvoeren. De werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat zijn complex, maar de aannemer heeft tot nu toe bewezen dat hij het werk op kundige wijze voortzet. Deze werkzaamheden zorgen helaas voor wateroverlast bij weggebruikers, ondernemers en buurtbewoners. Dus het is een pakket aan maatregelen. Het is redelijk complex tot zeer complex aan werkzaamheden die de aannemer gaat aanpakken. Maar we hebben geloof, tot nu toe heeft de aannemer bewezen binnen die periode dat aan hem is gegeven, contractueel, zijn best hebben gedaan. Maar natuurlijk, wanneer je meestal graaft, dan zie je eindelijk wat je daar hebt. En dat je daar dus extra aandacht, maar zeker ook wat meer tijd in beslag neemt om het goed te doen. Ik benadruk goed, omdat het niet de bedoeling is om wie dan ook onaangenaam te zijn. Maar we merken dat bepaalde zaken misschien jaren terug al aangepakt moesten worden. Nu zijn we bezig die weg hier, Zwartenhovenbrugstraat, te rehabiliteren. En wat we willen doen is, voor de komende 40, 50 jaren moeten we niet meer terugkomen om wat dan ook hier te doen. Het moet gewoon in één keer goed gedaan worden. De nutsbedrijven moeten hun werk gedaan hebben, ontwatering moet geregeld zijn, die weg moet perfect worden aangelegd. En daar hebben we de gemeenschap geholpen voor de komende 50, 60 jaren. Dus integrale aanpak is nodig. Dat brengt natuurlijk gelijk met zich mee dat het overlast betekent. Vooral in het bijzonder voor de weggebruikers, maar ook voor alle bedrijven en ieder die langs die Zwartenhovenbrugstraat woont. Maar ook in de omgeving, want dan kan je niet meer die route die je gewend was, kan je niet meer oprijden omdat het gewoon is afgesloten. We willen voor eind dit jaar zo ver zijn om de Zwartenhovenbrugstraat integraal opgeleverd te hebben. Omdat we ook begrijpen natuurlijk dat het niet een eeuwigdurend project kan gaan worden. Maar dat we dus wel rekening houden met de complexiteit van het werk, de veelheid van het werk, maar zeker ook vanwege al die oude nutsvoorzieningen die hier ook vervangen gaan moeten worden, dat dat alles tijd in beslag neemt. Alvast onze dank naar de gemeenschap en tegelijkertijd natuurlijk ook het verzoek om nog even geduld te betrachten en dat we dus proberen zo snel als mogelijk de werkzaamheden op te leveren.